Praktijkvoorbeelden. Hoe wordt dit nu op dit moment ingezet? Want er zijn met name in Amerika, er zijn er ook een aantal in Nederland, met name in Amerika uh, wordt er op dit moment wordt er heel veel pilots mee gedaan. Ook de dingen die wij doen, het is vooral nog in pilotfase. Um, uh, maar het, gaat wel steeds, ja, het neemt eigenlijk steeds bredere, uh, bredere vorm aan. Er wordt steeds meer mee gedaan. Eén uh, uh, bedrijf wat niet meer in pilot zit, maar wat uh, echt ja, volledig uitrol bezig is, is Macy's. Macy's waren een van de eerste in Amerika die starten met iBeacons. Uh, uh, met, met Heeft me ontzettend veel geld gekost, want vorig jaar uh, was dat er dus al. Toen was ik op vakantie met mijn vrouw in Texas um, en wij zijn ongeveer iedere Macy's ingegaan. Ik kreeg nergens iBeacons, maar zij kocht wel heel veel, kwam ik achter. Dus dat was goed voor de Macy's, wat minder goed voor mijn, uh, in ieder geval voor mijn portemonnee. Toen bleek dat het alleen maar in de Macy's in New York en in San Francisco was. Dus al die Texaanse Macy's, daar was nog helemaal niks te beleven. Maar wat er gebeurt in de Macy's, en op dit moment is dat dus uitgerold bij alle Macy's in Amerika. Um, op het moment dat je daar rondloopt, um, uh, dan krijg je op, uh, uh, bepaalde, in bepaalde departments krijg je een bericht van de Macy's app. En in dat bericht staat: in dit geval loopt, loopt deze dame door de handtassenafdeling. Staat een, uh, informatie over de afdeling waar ze op dat moment uh, zijn. Dat kan zijn een nieuwe collectie, dat kan zijn uh, korting op modellen, dat kan zijn aanbiedingen. Dat maakt niet uit. Dat, dat wisselen ze ook af. En dan meten ze van wat heeft het meeste waarde voor welke, voor welke klant. En dit is dus, als we even terugdenken aan die ringen: dit is de far ring waar iemand in loopt. Dan kan je die persoon ook echt een productinteractie uh, laten doen. En die productinteractie kan op, um, uh, echt op, op hele korte afstand. Dit is, uh, uh, ik weet niet precies, maar ik denk dat ze hier de mediatoring hebben gebruikt. Op het moment dat, je, uh, uh, dat die persoon bij uh, deze specifieke tas staat, kan je een bericht sturen over die tas. van Wil je daar meer over weten? En het aardige wat Macy's hiermee doet, is dat, ze, um, uh, dat zij daar een m-commerce uh, stuk aan hebben gehangen. Dus je kan deze tas, kan je in de winkel kopen, maar ook direct met een druk op de knop kan je die uh, in de app kan je die mee uh, 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 ja, bestellen eigenlijk. En het maakt Macy's namelijk niet uit of ze een conversie maken aan de kassa in de winkel of dat je hem online bestelt. Dat is, voor hun eigenlijk is dat hetzelfde. Uh, dus wat zij hiermee te tegen willen gaan is showrooming. He, wat ik net ook aangaf van, van de mediamarkt. Je gaat naar huis en je gaat hem uiteindelijk online bestellen. Dat doen gewoon heel erg veel mensen. Sterker nog, um, bij Best Buy, de, zeg maar de mediamarkt van Amerika, hebben ze een onderzoek gedaan. En ik vind het zelf nog steeds heel hoog. Maar tussen de, um, uh, tussen de 10 en 15 procent van de mensen gaat naar de Best Buy. Koopt uh, het product waar ze naar kijken. Maar niet bij Best Buy, maar bij Amazon. Terwijl ze in de winkel zijn, op hun mobiel. Dus ze komen alleen bij de Best bij om even naar het product te kijken. Nou, ziet er goed uit. Klik, klik, bij Amazon morgen in huis. En ja, daar, gaat, daar, daar dat proberen ze hiermee dus tegen te gaan. Dat showrooming idee van het maakt niet uit of u het nou nu meeneemt of dat u het bestelt. En over het algemeen zie je bij Macy's dat ze meerdere varianten dan aanbieden in hun online omgeving. Dus meerdere kleuren, meerdere maten enzovoort. Dus dat is, uh, bij Macy's is dat echt een succes uh, uh, geworden. Ja, ze hebben geen cijfers ervan bekendgemaakt. Maar als je het uit gaat rollen over 793 winkels door heel Amerika. Uh, dan doe je dat niet zomaar. Dan doe je dat omdat je daar echt wel uh, uh, succes mee, uh, mee geboekt hebt. Ze doen overigens niet alle afdelingen. Ze, 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 uh, ze kiezen afdelingen eruit waarbij zij dit. Uh, belangrijk vinden om dit te doen, om extra informatie te, uh, te genereren om, om dingen te doen. Want Macy's krijgt daardoor wel ontzettend veel informatie, ook over zijn klanten... en hoe klanten hun winkels um, uh, bezoeken, hoe vaak ze terugkomen, uh, hoe vaak ze terugkomen zonder iets te kopen. Dat soort informatie, dat genereren ze nu allemaal doorlopend. Ander concept, iets minder retail, er zit wel een retail um, uh, dingetje in, is... Uh, de Major League Baseball Stadions, de, de, de honkbalstadions in Amerika, daar zijn er 24 van. Die zijn inmiddels allemaal voorzien uh, van beacons. En de manier waarop het daar werkt, is dat ja, op het moment dat je een baseball fan bent, dan heb je altijd wel de um de MLB-app op je telefoon staan, dat is dus die opt-in. En op het moment dat je dan naar het stadion toe loopt... dan krijg je een pushbericht met de laatste informatie van de wedstrijd... waar je op dat moment naartoe gaat. Uh, in dit geval krijg je dus te zien wie er speelt en wie de starting pitchers zijn. Dat is een beetje de opstelling. Uh, ...om dat te laten weten. En dat wil iedereen weten. Dat krijg je als je naar het stadion toe loopt. Loop je dan, ben je door het poortje gaan, loop je door de catacomben heen... ...en kom je langs een snackbar, dan krijg je een coupon voor, een coupon voor, um, uh, voor 2 dollar uh, uh, of een hotdog. Uh, dat is de eerste keer dat je daar langs loopt. De tweede keer dat je daar langs loopt, krijg je niet weer die coupon, nee, dan krijg je een stempeltje. Dus er zit een loyalty concept achter. En dan de tiende keer dat je weer komt, krijg je weer een coupon voor iets... Dat hoeft niet per se een hotdog te zijn, dat kan ook iets anders zijn. Dus op die manier uh, hebben zij er een loyalty concept aan, zonder dat je daar iets voor hoeft te doen als klant. En dat vinden klanten wel heel prettig. He, geen pasjes, geen, geen moeilijke... je hoeft er niet over na te denken. Het gebeurt gewoon. Het is bijna magisch dat het gebeurt. En dat is wat, wat klanten heel erg prettig vinden. Nou, daar hebben ze erbij, um, uh, in de stadions hebben ze er ook nog een indoor positioning concept aangehangen, waarbij je kan zien waar je staat en uh, je registreert waar je zit uh, met je ticket. Uh, en dan kan je dus zien van ik sta hier en ik moet daar naartoe lopen. Dus dan heb je een beetje richting. Dit is niet hetzelfde als GPS. GPS is echt wat we kennen van TomTom. Hè. Dat heet dan Turn-by-Turn uh, turn Navigation. Dus dat van uh, over 100 meter links. Dat kan nog niet met beacons. Maar je kan wel zeggen van u staat hier en u moet daar naartoe. Uh, heb ik straks ook nog een, een voorbeeld van, uh, van KLM. Uh, van die doen dat op Schiphol nu al. Um, dus dat is wel leuk om, om even naar te kijken. Dan uh, kan je zien waar het ongeveer zit. Nou. In Nederland is wat mij betreft Rotterdam uh, uh, op biekengebied het beste bezig. Uh, de grootste pilot die op dit moment gedaan wordt, moet ik anders zeggen. De grootste pilot uh, waar men over pra mag praten, uh, die op dit moment gedaan wordt in Nederland, is bij de bijkorf, hier in Rotterdam, wordt ook alleen maar in de locatie uh, Rotterdam gedaan. En die hebben een nieuw loyalty concept neerge neergezet, dat heet uh, privilege klanten geloof ik, naast hun bijkorfkaart. Dus ze hebben niet het direct gekoppeld aan een Bijkorfkaart, want ze willen eerst uittesten of dit werkt. Het loyalty-concept werkt als volgt. Um, uh, op het moment dat je bij, als het goed is, als ze goed opgeleid zijn bij de kassa afrekent, wordt er gevraagd: van, Heeft u de Bijkorf-app geïnstalleerd? Zeg je ja. Uh, dan wordt er gevraagd van: kunt u zich opgeven voor het uh, privilege uh, nieuwe privilege privilegeprogramma? En dan krijgt u gepersonaliseerde uh, aanbiedingen en uh, wordt u uitgenodigd voor uh, events die voor u van toepassing zijn. Want ze meten met de beacons die bij de kassa's hangen. Die zien er zo uit. Als je de volgende keer dat je hier uh, uh, bij de Bijkorf bent, die zitten hier achterop. Uh, iedere kassa zit er een, uh, een beacon geplakt. Die zijn het zijn. Oh, waar heb ik hem gelaten? Het zijn deze beacons alleen dan in Bijkorf. Oranje of geel, ik weet niet wat ze het noemen, oker. Um, uh, in de bijkorfkleur. Uh, en um, ze kunnen dus zien waar je bent geweest in, in die winkel. Moet je heel eerlijk zeggen, ik ben nu drie keer in de bijkorf geweest. Ik, uh, ik maak er echt een punt van dat ik langs iedere beacon loop en dat ik er, Ik heb nog niet echt gezien dat ze heel persoonlijk omgaan met mijn gegeven, maar ze kunnen dat dus wel als ze dat in ieder geval goed geregeld hebben aan de, aan de achterkant. Het is dus geen klant van mij, dus dat mag ik zeggen dan. Hè? Dat is, Um, uh, dus dat is, maar ze, ze genereren wel dus al die data van, van de mensen die daar, uh, die daar langs lopen. Werkt zowel met de iOS app als de Android app van, uh, van de bijkorf. Zeker leuk om, om te kijken en uh, is aan, aan de cashier, dat heb ik ook gevraagd, dan krijg je een heel grappig antwoord, moet je maar eens doen. Wat is dit eigenlijk wat hier achterop zit? Dat, ja, zijn ze op getraind, dat is heel leuk om te doen. Um, een ander, uh, een ander initiatief wat, wat ook echt uniek is... is wat ze in Rotterdam Central District gedaan hebben. Of eigenlijk aan het doen zijn, want het, het vindt nog steeds plaats. Uh, Rotterdam Central District is um, uh, het, het stuk van... tussen het nieuwe station en de koopgoot, zeg maar. Uh, dat stuk, daar worden 200 beacons uitgerold. En het interessante is, dat, is, uh, dat wordt door de, uh, ja, de winkeliers... of de businessvereniging wordt dat gedaan. Um, uh, en zij stellen dus die database, uh, stellen zij ook... Uh, ...ter beschikking. Dus je mag aankoppelen aan deze, uh, aan deze beacons die op verschillende plekken hangen. Moet je heel eerlijk zeggen dat de database nog niet echt... ...de laatste keer uh, hingen ze er nog niet allemaal. Dus ik kan nog niet echt aangeven van hoeveel er nu precies hangen. Uh, maar als je, uh, als je op Google de uh, Rotterdam Central District... ...kan je gewoon een aanvraag bij hen doen om daarop uh, uh, mee te liften en, en iets te doen. En dan krijg je dus gewoon een lijst met uh, de beacons, de ID's... En dan kan je dus zelf daar interacties op, uh, op verzinnen. Dus op het moment dat je een winkel hebt die in die omgeving ligt. Dan kan je dus zeggen van nou, als iemand uit het centra centraal station loopt uh, richting het Wena, dan ga ik hem een bericht sturen. Op het moment dat hij daar de eerste keer is, of de vijfde keer is, of de tiende keer is, dan kan je business rules aan hangen. Van dat je niet altijd welkom uh, in de winkel. Dat, dat wil je niet. Dat is misschien één keer leuk. En zelfs dat vraag ik me af of dat interessant is. Maar als je de vijfde keer er bent, dan kan je uh, voor de vijfde keer, voor die business rule, kan je wel iemand een bericht sturen. Leuk dat u er weer bent. Hier heeft u. Weet ik wat, korting op parkeren of, of korting op dit. Of een, uh, op basis van uw profiel een uitnodiging voor een uh, speciaal evenement, enzovoort. Dus de, daar kan je dan uh, op die manier mee omgaan. Onze zuidenburen doen ook aan, uh, uh, aan beacons. Um, uh, dat hebben ze gedaan uh, bij De Leze. Tien uh, locaties van De Leze in samenwerking met Coca-Cola. Het was eigenlijk meer een Coca-Cola-project dan een De Leze project De Leze stelde. Minder of meer een winkel ter beschikking. Um, en ze hebben dat niet gedaan via een Delaware-app, maar via de MyShoppy-app. De MyShoppy-app is een bekende app in België om uh, boodschappenlijstjes mee te maken. En um, uh, dat is ook een concept waarbij je loyaltykaarten kan inscannen en dan ook bij Deleuze kan, uh, kan gebruiken. Dus dat wordt door best wel veel Belgen, wordt dat gebruikt. Uh, en ze hebben dat dus bij 10 uh, dat ingezet om uh, mensen. En dat vond ik een hele grappige. Dat je, ik heb er een filmpje van. Uh, uh, mensen worden. Daaraan herinnert dat ze een karretje mee moeten nemen, de Deleuze in. Want u gaat heel veel kopen vandaag. Dus neem vooral een, uh, uh, een karretje mee de winkel in. Want uh, uh, wat Coca-Cola uh, had, is dus waarom namen mensen de Coca-Cola-aanbieding niet mee van een sixpack uh, van anderhalve liter flessen? Omdat ze met een mandje door de winkel heen liepen. En hebben ze geen. Dus het idee was van. We reminden mensen van, hey, um, uh, neem een karretje mee, want dan kan je uh, veel Coca-Cola producten meenemen. En op het moment dat je bij de Coca-Cola producten bent, um, uh, dan krijg je daar een bericht over, dan krijg je daar een aanbieding van en die kan je dan uh, vervolgens, uh, uh, vervolgens kan je die gebruiken. Redemption is hier ook nog heel apart uh, uh, gedaan, want je moet namelijk een foto nemen van je uh, kassabon en die wordt naar MyShoppy gestuurd en zo krijg je het geld terug. Dus ze, um, uh, ze hebben dat... Voorkomen dat ze dan uh, ook met een heel postsysteem uh, moeten gaan integreren. Want dat is weer, ja, dat vonden ze. We hebben later met Myshoppy gesproken, dat vonden ze nogal ingewikkeld om te doen. Um, grappig is dat ze gezegd hebben. alleen als we dit nog een keer doen, gaan ze het met ons platform doen. Daar kwam het in principe op neer. Want het was best wel ingewikkeld om dit allemaal voor elkaar te krijgen, kwamen ze later achter. Um, Uh, but it's wel uh, leuk cool. even filmpje zien van hoe dat She installed the My MyShopee app and uses its digital shopping list, cashback coupons, and leaflets. Sophie visits her local Deleuze supermarket. In the parking lot, she receives a notification from MyShopee, informing her there are promotions available inside the store for products of the Coca-Cola Group. She is also advised to take a large trolley. In the supermarket, when approaching the aisle with the Coca-Cola Group products, she receives a notification informing her about a 1 plus 1 free cashback promotion on Shortfontaine Water. After paying at the register for the products and promotion, she scans her ticket via the My Shopee app and will be reimbursed on her bank account within seven days. How did Sophie get this notification? In 10 Delez supermarkets in Belgium, beacons were installed to send out a Bluetooth signal to her smartphone. The beacon alerts the consumer, who can then profit from an exclusive cashback promotion. Dit, dit soort dingen dit zijn uh, pilots die vrij simpel te doen zijn. Want het mooie hiervan is, is dus zeker met dat cashback-systeem, je hoeft daar dus geen hele diepe integraties mee te doen. Ze hebben, uh, in totaal uh, hebben ze twintig beacons gebruikt, want het was een beacon bij de shoppingcart en een beacon bij het, uh, bij het product. En dan kan je dus wel gaan meten uh, wat, ze, wat ze gedaan hebben. Ik heb, ze hebben geen officiële cijfers ervan gegeven, wat ze wel hebben uh, gezegd, want ik heb regelmatig contact met Coca Cola ook in België. Um, dat ze vonden dat er te weinig mensen de MyShoppy-app gebruikten in België, waardoor ze niet, uh, dus, dus niet iedereen zomaar konden bereiken. Ze hadden niet een... een 80% van de mensen die had niet altijd uh, die MyShoppy-app geïnstalleerd. Maar wat ze wel gemerkt hebben is, op het moment dat ze coupons gingen, of in dit geval zijn het geen coupons, zijn cashback-offers... <laughs> Zoals ze dat noemen, omdat je je geld later terugkrijgt. Uh, maar op het moment dat, je dat, uh, dat ze dat deden, was de redemption daarvan, het gebruik daarvan, was heel erg hoog. En daar waren ze heel erg tevreden mee. Dus het was, aan de ene kant was het, was het jammer dat er niet genoeg mensen die app hadden geïnstalleerd. Aan de andere kant was het wel zo dat het heel succesvol was geweest met het doel wat ze ermee wilden bereiken. Dus dat is interessant uh, om, te, uh, om te laten zien. Ik laat straks, laat straks nog even zien cijfers van McDonald's uh, die daar. Er... Ja. ja, en ook um, ben ik achtergekomen, want we doen vrij. Ja, ik ben een beetje reservebel, ik woon in Zeeland, dus, dat, um, dus ik zit vrij va vaak in België. Uh, wat je daar merkt is dat, um, doordat ze daar hele rare contracten hebben. Kijk, wij krijgen allemaal korting op onze telefoons. Maar de Belgen moeten allemaal full price betalen voor hun telefoon. Dus die doen vier jaar met hun telefoon. Dus die lopen allemaal nog rond met van die grote Motorola's en Nokia's en zo. Die wel zeven dagen standby tijd hadden, maar je kan er niks mee. Je kan er alleen maar mee bellen. Dat konden ze wel heel goed. Ik kon ze in het toilet laten vallen, bleef ze het doen. Met smartphones werkte het ook niet. Um nou, een paar andere korte voorbeelden. Um, EasyJet gebruikt het op drie uh, Europese vliegvelden op dit moment. Het leuke daarvan is, is dat ze uh, informatie geven. Dus ze geven uh, informatie op het moment dat je staat te wachten in de rij bij het boorden. Hé, hey, je hebt nu je boardingpas nodig om een stukje van uh, travel stress weg te halen. Want mensen die niet veel reizen, die hebben: Oh, wel, welke papieren moet ik hier ook weer hebben? En ze proberen die, die rijen sneller te laten lopen daarmee. En KLM um, die doet dit met indoor positioning. En dat is wel een heel interessant concept, uh, wat ze daarmee doen. Ik heb daar ook een kort filmpje van om even aan te geven van hoe dat werkt. En dan uh, ga ik er even iets over vertellen. Zelfs ervaren reizigers vinden overstappen soms lastig. Waar is de gate voor mijn volgende vlucht? Hoe lang is dat lopen? Daarom introduceert KLM een luchthaven navigatieservice. Installeer de KLM-app voor vertrek van uw vlucht. Maak bij aankomst verbinding met het internet... En schakel Bluetooth in. Op Amsterdam Airport Schiphol kunt u gratis wifi gebruiken. De luchthavennavigatie vraagt of u assistentie wilt en toont u vervolgens de precieze route naar uw gate, inclusief de tijd die nodig is om er naartoe te lopen. U weet dus meteen of u direct naar de gate kunt of dat u nog tijd heeft om koffie te drinken of te winkelen. KLM Luchthavennavigatie, uw persoonlijke overstapassistent. Ja, het grappige aan dit concept is dus dat het niet voor, voor ons, nou ja misschien voor jullie, misschien dat je op Schiphol aankomt en dan snel wil doorvliegen hier naar uh, Rotterdam de Heek uh, uh, International Airport. Maar het is voor transfer passengers, dus je kan het wel doen als je hier naartoe doorvliegt. En waarom hebben ze dit gedaan? Er um, uh, was een hele belangrijke reden. Ze raakten passagiers kwijt op Schiphol. Uh, ze hebben heel veel vluchten uit Azië. Uh, die komen, uh, midden op de dag komen ze, of ochtends komen ze eigenlijk aan. En die moeten dan naar hun volgende vlucht toe. Naar weet ik veel waar ze, waar ze naartoe moeten in, in Europa. Um, en die komen aan, en die komen op Schiphol. En die hebben daar een winkelcentrum en Holland Casino. En ze kunnen gemasseerd worden, ze kunnen douchen, ze kunnen van alles doen. En ze doen ook van alles, behalve naar hun, volgende, naar hun transferflight toe lopen. Dus KLM raakte gewoon mensen kwijt en het feit dat ze zaten te gokken, hè, Aziaten en uh, Chinezen, uh, die, die vinden dat hartstikke leuk. Die komen eraan aan en die raken gewoon het gevoel voor tijd kwijt. En dan moeten de uh, koffers moeten uit het vliegtuig gehaald worden, dat kost ontzettend veel tijd en geld. Dus doordat ze die airport navigation service hebben, hebben ingediend, kunnen ze mensen constant een reminder geven van, luister, je vliegtuig gaat zo weg en je moet nog twintig minuten lopen, want dat onderschatten de meeste mensen ook hoe groot Schiphol is. Want het is soms echt heel erg ver lopen. Um, uh, dus zorg dat je daar op tijd bent. Aan de achterkant kunnen ze ook zien waar al die passagiers zijn op dat moment. Het is Bij verschillende gates hebben ze dus die beacons hangen. Ze kunnen zien van hey, deze passagier die zit nog bij gate zus en zo. Dat is de laatste keer dat ze hem gezien hebben. Dus hij zal wel in die omgeving zitten. Dus dat gaat, gaat op een hele aparte manier, um, uh, word je dus op die manier eigenlijk gecoacht om uh, naar je gate toe te gaan. En op een hele prettige manier. Want mensen vinden dat, uh, vinden dat leuk. Een uh, ander grappig voorbeeld van, van om te zien van wat voor data uh, uh, je uh, binnen kan halen, is uh, wat Knol doet. Knol is een uh, uh, bureau uh, wat, wat uh, ja, eigenlijk office furniture uh, uitlevert en inricht en allemaal dat soort dingen doet. We hebben één keer per jaar een grote expo en daar hebben ze ook allerlei beacons geplaatst. En um, uh, daar uh, gingen ze heel veel data mee... Uh, uh, mee. You can get a product or planning story. So it's really added a layer of context to the showroom that in the past you wouldn't have been able to get on your own. We make little pieces of hardware called beacons. You can think of them like a lighthouse. They're just constantly emitting a signal. And then the software lets the Knoll Bounce app receive that signal and then understand some information about the world around it. We've hidden the beacons underneath these desks. And so what's interesting is that they can be super discreet, unlike other technologies where you have to install really heavy hardware. Most uses for iBeacon technology today are all about the push function, being able to send content out to you near a specific location. But for us, it was really about the pull side, being able to look at analytics and pull occupancy metrics in a way that's never been done before. This pushing and pulling aspect of it is huge. This is one of the very first public deployments of the analytics side, where they're really trying to display that in a way that's not only valuable for them, but also for their end clients. A lot of what we're capturing is user metrics and how often they're in the space, how long they might be in the space, the number of occupants in the space, to understand how the space is being utilized throughout the day. The problem with data is by the time you can package it and get it out, that information might be old. So the beauty of balance is that you can get the information in real time. En wat zij dus gedaan hebben, is zij genereren analytics op basis van de bewegingen in die, in die ruimte. En uh, zij, zij gaan daar dus uh, ook dingen mee doen. En dit is echt, zij laten het zien aan de mensen, kijk, zo meten we dat. En dat kan jij dus ook in verschillende settings kan je dat, uh, kan je dat toepassen. En dat dashboard-idee, dat is, dat is best uniek. Dat kan je met niet zo heel veel technologieën op dit moment. Uh, wij hebben met, uh, met Indieken eenzelfde soort concept gedaan voor Flora Holland. Uh, in eerste instantie voor hun Trade Fair in, uh, in Alsmeer, dat is de grote, uh, grootste bloemenbeurs ter wereld. Er komen 16.000 mensen in drie dagen komen daar over de vloer. Um, daar hebben we dus hun stand, en maar ook, uh, want zij zijn natuurlijk eigenaar van die panden daar. Um, uh, ook de panden, of de, eigenlijk de ingangen van, van dat pand hebben we uh, uh, beaconized, daar hebben we beacons neergehangen. En op hun stand ook, en zo konden we dus zien van hé, hey, er loopt iemand binnen. Er komt iemand op de stand. En op het moment dat iemand voor een bepaald want op een stand hadden het verschillende hubs met informatie. Op het moment dat die persoon daar stond, uh, lieten wij informatie zien over waar ze op dat moment naar aan het kijken waren. En het leuke is dat je dus aan de achterkant ook kan, kan zien van hoe mensen uh, die stand uh, aan het gebruiken waren. Hoe vaak ze terugkwamen, hoe lang ze op die stand gebleven waren, of ze bijvoorbeeld aan het eind van de dag terugkwamen. Je kan zelfs zien wat voor telefoon ze gebruiken. En, en Um, uh, mensen registreerden zich, dus je kon, uh, je kon zelf zien uh, wie het was, wie er, uh, wie er terugkwam. Dus dat, dat, ja, normaal zou je dit, dit is meer een management overview, hè. normaal zet je dit op het hoofdkantoor neer of, uh, of in het uh, kantoor van, van, van de retailer. Uh, maar wij konden dat daar dus laten zien uh, live aan van, van hoeveel mensen er over die stand liepen, omdat dat met name ook retailers waren. Uh, uh, en, en dan kan je ook laten zien van hoe krachtig het wel niet is en wat voor analytics je allemaal daar, daaruit terughaalt. Nou, terug meer naar uh, loyalty concepten. Uh, wat je ziet, is dat er ook steeds meer loyalty concepten zijn die bovenliggend zijn boven de retailers. Uh, daarbij bedoel ik uh, uh, bijvoorbeeld een app voor een hele straat. Dat doet Regent Street in, uh, in Londen. Die hebben een uh, de Regent Street-app hebben zij gelanceerd. Er hangen uh, rond de 200 beacons in, uh, in de gehele uh, Regent Street straat, uh, in het, in het shoppinggedeelte daarvan. En in de Regent Street app geef je aan wat je interessant vindt. Eigenlijk zou je dit ook kunnen meten door te zien welke winkels men bezoekt, maar ze hebben een beetje, uh, uh, ze willen sneller gaan, dus ze zeggen van geef even aan wat je leuk vindt en op basis van wat jij leuk vindt krijg je aanbiedingen op het moment dat je langs de specifieke winkels loopt. En zo, uh, en dat is wel aardig. Dit is door de vastgoedeigenaar, de, de Crown Hupple gedaan. Uh, ja, dat is niet de echte naam, maar ik kan de echte naam iets met Crown uh, niet meer herinneren. Uh, maar die verhuurt dus al die panden daar en die, uh, die, is dus ook, die, die vastgoedeigenaar is ook aan het kijken van uh, hoeveel mensen lopen daar nou en, en waar spenderen mensen hun meeste tijd en wanneer draaien ze om. En, uh, dus die, die krijgt ook weer heel veel informatie uh, daaruit terug. Emerson doet hetzelfde. Emerson is ook um, uh, eigenlijk een beetje een soort, soort choreo. Um, uh, ze hebben hele grote, of klepierre, uh, hele grote uh, winkelcentra. Uh, niet in Nederland. Uh, in de uh, UK hebben ze er heel veel. Uh, Scandinavië zitten ze, uh, Frankrijk en in Spanje. Um, dat zijn hele grote winkelcentra. Die hebben ze alle 24 uitgerust, ook met beacons. Ieder winkelcentrum heeft een eigen, um, uh, een eigen app gekregen. Dit is de app van, van High Cross. Lijken allemaal op elkaar, want ja, op zich hoeven die niet heel veel te schelen met elkaar. Maar het leuke is dat zij er een heel um, innovatief loyalty concept aan gehangen hebben. Je krijgt namelijk, hoe langer je in dat winkelcentrum bent, krijg je loyalty punten. Je hoeft niks te kopen, je hoeft niks te besteden... Je moet er alleen zijn, je moet food traffic creëren. En dat is een heel nieuw concept, maar het werkt heel goed bij consumenten. De consument heeft, heeft ineens het gevoel van, wauw, ik word beloond gewoon omdat ik hier ben. En dat, eigenlijk vinden ze dat wel ja, heel erg cool en heel erg leuk. Um, dus dat soort nieuwe loyalty concepten kan je hiermee doen. Je hoeft het niet per se aan een aankoop te hangen, maar je kan het ook aan, uh, uh, gewoon aan het feit dat iemand daar is, kan je het, uh, kan je het hangen. Dan kan je ook nog een stap verder gaan. Uh, en dan heb je het echt over de koppeling tussen uh, online en offline. Daar heb ik nog één kort filmpje over. Uh, namelijk um, op het moment dat iemand bijvoorbeeld uh, uh, iets op een lijstje zet in, uh, in een app. Of zegt van: Nou, ik ben hierin geïnteresseerd. Dan kan je, um, kan je hem een pushbericht sturen als hij de winkel binnenloopt. Maar je kan ook een winkelmedewerker. Uh, laten weten dat hey, Remco loopt nu binnen en die heeft interesse in deze of deze producten. Zodat ze mij persoonlijk te woord kunnen staan en persoonlijk kunnen helpen. En daar geloof ik zelf um, uh, ja, heel sterk in. Dat, dat, dat we dat eigenlijk als consument veel liever willen. Want dan word je weer persoonlijk te woord gestaan. Uh, men weet al um, uh, eigenlijk wat je leuk vindt of wat je wil. En dat geeft, geeft een warm gevoel. En ook al doe je dat dan met technologie, dat voelt nog steeds heel erg persoonlijk. Um, Alleen als ik het filmpje laat zien, dan moet je zelf maar beslissen of je dit in je winkel wil. Uh, ik laat hem even zien, dan zal ik, het, zal ik het uitleggen. Take a look at Miguel. He's interested in a pair of trick skis. Using a simple hybrid app, he retrieves some product details from a QR code en makes a request for customer service the next time he's in store. Miguel walks into the store, a little piece of magic happens. Thanks to Google Glass, a couple of iBeacons and Hybris, Sarah the sales assistant knows that Miguel is in the store and exactly what he's interested in purchasing. We've connected Miguel's Facebook profile to the Hybris in store app and displayed his profile picture in Sarah's Google Glass. She recognizes him immediately. We have tested getest a retailer of Google Glass in a retail setting works. Als je klanten wil wegjagen, moet je iedere persoon in je winkel Google Glass opzetten. Dat werkt niet. Dus dat is, dat is niet handig. Um, dus leuk, uh, uh, leuk. maar het, het idee van dat je dus uh, informatie laat zien... Aan een customer service medewerker. Dat moet je niet via Google Glass doen. Dat moet je of via een tablet doen, die ze misschien al hebben. Of gewoon via een computer die al achter een desk staat, zodat ze die informatie hebben. En dan kan je denken aan dus informatie die iemand al uh, erin gezet heeft. Maar je kan ook zeggen: hé, hey, dit is een klant die is nu vijf minuten op dezelfde locatie in de winkel. Daar moet iemand naartoe, uh, want misschien heeft die persoon hulp nodig. He? Ik heb heel vaak in een winkel gestaan zonder dat er iemand een keer naar je toe komt om te vragen: Wordt er wel geholpen? Uh, dus dat soort dingen kan je, kan je hiermee gaan doen. Dat, dat, ja, dat heet clientelling. En daar, daar, zie ik een, ja, daar, daar gaan we een hele grote sprong in maken. Dan gaan we echt weer persoonlijk met de klant kunnen communiceren. Een ander voorbeeld daarvan is wat Barclays doet. En dit vind ik ja, op zich een voorbeeld, want je hebt het heel vaak over uh, meer verkoop en dat soort dingen. Dit is echt een. Uh, uh, eigenlijk wat Barclays doet, is echt gericht op service, op persoonlijke service. Wat die doen in de Barclays app, dit is in, in één, uh, um, uh, bij één bank, uh, dus het is nog niet uitgerold over alle banken. In één bank van, van de Barclays branch kunnen mensen met een handicap, kunnen ze geregistreren in de app. Dat voelt in eerste instantie als ik dat zo zeg, dan denk je van ja, dat is een beetje, een beetje eng. Maar het probleem wat zij, wat zij hebben is dat... Um, uh, Iedere keer als je met een handicap daar binnenkomt, bijvoorbeeld je bent slechtziend of je bent slechthorend. Er wordt iedere keer gevraagd en moet je iedere keer vertellen wat, er, wat jouw handicap is. En dat, die barrière willen ze wegnemen. Dus wat ze doen, ze laten mensen die dat hebben, vragen ze van vul dat één keer in in de app. Maak eventueel een foto, hoeft niet, mag wel, een foto van jezelf. En dan de volgende keer dat je de bank binnenloopt, uh, want dit, die mensen die gebruiken vaak ja, toch de, de, uh, de bankmedewerkers om, om dingen mee te doen. Op het moment dat je de bank binnenloopt, krijgen de medewerkers krijgen daar een, uh, een notificatie van achter de desk van hey, Remco Brond loopt nu binnen, die is slechtziend. Dus die weten al van deze persoon heeft meer hulp nodig en die weten ook um, uh, hoe ze die hulp kunnen kunnen verlenen, zodat je dat niet iedere keer hoeft te zeggen. En dat vind ik zelf wel een hele mooie manier van laten zien van je gaat het extra stapje doen. En ondanks dat je technologie gebruikt om dat te weten van die klant, vindt de klant dat ook weer niet zo erg, want die krijgt de service die ze, die ze eigenlijk willen hebben. Dat vind ik een, zelf een, een heel mooi, mooi concept. Um, Terug naar heeft het nou ook zin om dat te doen? Um, uh, wat bereik je ermee? En het lastige van, uh, van, van in de retail werken is dat cijfers zijn heilig. Uh, die delen we niet met de concurrent en zeker niet met de wereld. Um, uh, dus dat, dat, ja, er zijn niet zo heel veel cijfers van bekend. behalve dat je ziet dat heel veel pilots uh, verder en uh, groter worden opgeschaald. Um, uh, maar er zijn, er zijn wel een aantal, met name Amerikaanse cijfers, die ik, die ik kan delen op, op verschillende gebieden. Een daarvan is Hillshire Farms. Hillshire Farms verkoopt een heel sexy product, namelijk worst. Uh, zij maken worstjes. Uh, en in dit geval hadden ze een nieuw product, dat heet American Craft Worshes. Vraag me niet wat precies het verschil aan is, het is gewoon worst. Um, uh, en uh, wat, zij, wat zij hebben gedaan, ze hebben gepartnerd met ListEase. ListEase is een beetje net zoals My MyShoppy, een boodschappen-app. Um, daar werd een pushbericht in de, uh, in de app gestuurd van, hé, hey, er is dit nieuw soort worstjes... Uh, wil je daar uh, de volgende keer dat je in de supermarkt uh, bent... wil je daarop geattendeerd worden, wil je ze op je boodschappenlijstje zetten. Daarmee konden ze dus bepalen of die worstjes voor jou relevant was. Deed je dat niet, zei je van nee, vind ik niet, vind ik niet interessant... dan uh, werd je, kreeg je nooit die notificatie. Maar deed je dat wel, op het moment dat je dan in de winkel liep... en die, die worstjes die staan, uh, staan dus hier um, uh, en je loopt daar langs... dan kreeg je een update van, uh, van die shopping-app van... hé, hey, die worstjes die je op je boodschappenlijstje die liggen hier. Ga er even naar kijken. En ze hebben gemeten, en dat is niet zo gek, ze hebben gemeten dat uh, klanten 16,5 keer vaker de app daadwerkelijk gebruikten, omdat die ineens mee aan het denken was. Dat is ook logisch, je krijgt een push notificatie, dus je kijkt op je telefoon en je gaat dan de app gebruiken. Maar de koopintentie, doordat ze die berichten ontvingen, was ook 20 keer hoger. Dus het werd veel meer werden die worsten verkocht. Uh, omdat mensen erop geattendeerd werden. Want ja, je vergeet dat weer en dan krijg hey, je krijgt een reminder. En het werd ook als prettig, uh, prettig ervaren. Dan McDonald's. Uh, we blijven bij de gezonde. Het is Amerikaans, hè, dus allemaal een beetje uh, van hetzelfde. Uh, McDonald's heeft uh, in, uh, in Georgia, uh, Columbus Georgia. Dat is een, een franchise die heeft 26 McDonald's restaurants in die omgeving. Hebben ze een test gedaan uh, waarbij al die McDonald's uh, beacons hebben gekregen. Ze hebben daar vervolgens uh, 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 hebben ze daar een couponing systeem aangehangen. Waarbij je iedere keer als je die McDonald's binnenliep, kreeg je een uh, coupon gepusht vanuit, uh, vanuit die app. Voor McNuggets of McChicken. een van de twee. En dat, dat, ging, dat probeerden ze een beetje, een beetje te verdelen. Uh, dat hebben ze, zijn ze in december vorig jaar hebben ze dat gestart. En alleen in december hebben ze um, in vier weken 18.000 coupons geredeemd. Dus 18.000 mensen hebben die coupon ook daadwerkelijk gebruikt. Uh, en dat heeft een enorme omzetverschil uh, uh, to, tot een omzetverschil geleid bij McDonald's voor de producten die ze pushten. Ze hebben namelijk ten opzichte van het jaar ervoor uh, 7,5% meer McNuggets verkocht en 8% meer McChicken. Um, dus dat is interessant, want wat je dan dus gaat krijgen is dat je als McDonald's kan zeggen van... Hey, ik heb in de vriezer heb ik heel veel McNuggets liggen. Uh, die kan ik over een week niet meer verkopen. Ik zet nu even prp, uh, coupon erin, ik push dat naar iedereen die binnenloopt. En dan, kan ik er, uh, dan, dan weet ik dat het in ieder geval met 5% meer verkocht wordt. Dus op die manier kan je ook heel actief met, en zo simpel is het: uh, dagaanbiedingen, uuraanbiedingen kan je allemaal met dit soort technologie doen. En uh, op het moment dat je dus uh, een product uh, uh, hebt wat, wat, wat ja, volgende week niet meer te verkopen is, dan kan je dat uh, op deze manier pushen. En niet tegen mensen zeggen dat de McNuggets bijna tegen expiry aan zit. Maar goed, dat, dat terzijde. Wat vinden klanten er nou van? Dat is een veelgestelde vraag. Vinden klanten het wel leuk om dit te ontvangen? Mijn ervaring, sorry, onze ervaring is dat klanten het leuk vinden alleen als het relevant is voor ze. Die relevantie is heel belangrijk. Die relevantie kan je op heel veel verschillende manieren meten, maar het is belangrijk dat je daar wat mee doet. Dus als ik voor de olijfolie sta te kijken en ik uh, sta daar twee minuten te kijken, dan weet je dat uh, olijfolie voor mij relevant is. Dus je kan me dan een bericht sturen over olijfolie, of misschien een recept met olijfolie, of wat dan ook. <kwijde> Leuker is nog dat je dan een, uh, uh, gaat kijken: van oké, okay, iemand die olijfolie koopt, die koopt misschien ook vaak Italiaanse wijn of Italiaans eten, want dat hoort een beetje bij elkaar. Dus je kan ook zeggen: als je twee minuten bij de olijfolie staat, uh, poes ik jou uh, uh, een coupon of uh, iets anders over Italiaanse wijn of Italiaans eten. Om te kijken of je zo uh, een soort crossselling kan doen en meer tot, wat tot meer conversie gaat leiden. Dus dat, die relevantie die is heel erg belangrijk. Uh, Swirl in Amerika, uh, Swirl is een, een, een soort advertentienetwerk voor, voor beacons. Uh, die hebben uh, rond de feestdagen, dit is november, december vorig jaar ook weer, uh, hebben zij een grote uh, campagne gedaan uh, waarbij heel veel mensen hun, hun app gebruikten om uh, aanbiedingen te ontvangen. En zij hebben gemerkt dat 60% van de mensen die de app had geïnstalleerd het proximity bericht ook opende. Dus dat ze ernaar gingen kijken, terwijl ze dus in de winkel of in het winkelcentrum waren waar ze die kregen. Um, en 30% van die 60% maakt ook daadwerkelijk gebruik van de aanbieding die ze kregen. Dus er zit een, er zit, omdat, het is natuurlijk ook nieuw. Dus het is voor de consument iets leuks om, om daarmee te doen. En, en heel veel mensen hebben daar dus uh, gebruik van gemaakt. En het grappige is dat 60% van de mensen heeft gezegd van... ja, dit wil ik, dit wil ik wel vaker. Ik kom terug omdat ik uh, dus relevante uh, coupons krijg. Ik hoef thuis niet... ja, in Amerika heb je nog allemaal dat je uit moet gaan knippen en dat soort dingen. Dat is echt... Verschrikking. Uh, maar zij zeggen dus van ja, ik vind dat wel prettig als, me dat, als het ook relevant voor me is, dan uh, doe maar. Dus dat is leuk. Even resumerend van, van waar het op zit. Want als je, het op, als je het over Ibeacon hebt, dan heb je het heel vaak over proximity marketing. En proximity marketing is dus het sturen van pushberichten. Uh, wij uh, vinden of wij geloven er veel meer in, en proximity marketing heeft daar, uh, is wel belangrijk. Maar ik denk dat je veel meer kan doen met goede CRM en goede loyalty concepten hieraan gekoppeld. En aan die customer intelligence. Dus leer je klant kennen, leer je klant begrijpen en ga op basis daarvan relevante aanbiedingen doen. Relevante informatie geven of uh, raak zo dichter bij je klant. Dat is veel waardevoller dan iedere keer maar pushberichten sturen van koop nu, koop nu, koop nu. Want dat werkt toch niet. Dus dat is, dat is eigenlijk, is die proximity marketing, ondanks dat er heel veel over gesproken wordt, dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Als je dan iets met proximity uh, marketing doet, uh, gebruik dan context, gebruik relevantie. Um, want als je dat niet doet, dan het is het uh, zoals ik begon: het is een opt-in technologie. Uh, als, mens, als je maar mensen blijft spammen, dan, ja, dan gooien ze je eraf of dan, dan kan je dat niet meer gebruiken. En dat zou zonde zijn. Dat is, ja, dat, dat is, dat is het gevaar ervan, Dus daar moet je echt mee, mee, uh, mee oppassen. Dus um, best practices: leer van de klant, begrijp hoe je relevant kan zijn. <laughs> En uh, wees persoonlijk en zorg voor die right-time experience. Zorg ervoor dat je op het juiste moment, um, of dat nou per e-mail is, of dat het nou een, uh, iemand van de klantenservice is die naar je toe loopt, of dat het nou een pushbericht, maar zorg ervoor dat het op het juiste moment uh, de juiste informatie krijgt als klant. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Nou, als, uh, uh, als laatste, wat doen wij nou? Wat, doen InBeacon, uh, wat doet InBeacon nou daarop? Nou, zoals aangegeven, wij hebben een platform ontwikkeld. Um, waarmee je al dit soort, deze, deze voorbeelden die je nu gezien hebt, kan je allemaal uh, uh, in, in kleine en grote mate kan je die vorm geven en kan je je eigen app daaraan koppelen. Um, uh, en eigenlijk wat wij doen is uh, uh, wij koppelen de offline locatie met een online profiel en de app. Dus door die drie te koppelen en door die koppeling te maken kan je dus die cirkel closen. Um, waarom partneren wij met DataMatch? Omdat DataMatch uh, uh, klanten kan helpen om van die online profielen en die offline profielen om daar uh, te weten wat je nou, hoe je nou echt relevant kan zijn voor die klant en wat je nou echt met die data kan doen. Want als je niks met die data doet, dan, ja, dan is het ook zonde. Dus je moet daar je moet echt uh, bijna wel een specialist zijn. Want je gaat ineens heel veel data ga je genereren. Dus op het moment dat je daar uh, bijvoorbeeld uh, uh, Datamatch uh, uh, je mee kan helpen om juist uh, uh, daar wat meer mee te doen, ga je ook hogere conversies uh, uh, daarmee uh, uh, krijgen. En, en heel in het kort, want ik kan daar heel lang over. Ja, ik praat sowieso best wel veel, dat hebben jullie gemerkt. Maar, um, en snel. Um, uh, wat, wij, wat wij doen, dit is eigenlijk de kern van ons product. Waarbij we um, uh, het bovenste gedeelte altijd starten met uh, het, het, het zoeken naar analytics: het, het genereren van analytics van wat doet iemand en, en hoe doet hij dat. En aan de ene kant kan je daar dan proximity. Um, berichten op, op definiëren, dus intelligente berichten sturen op het juiste moment. Maar je kan ook dat client-telling doen en dat betekent dus het, sturen van, uh, uh, het aansturen van bijvoorbeeld displays of het sturen van een juiste e-mail. Nou, vaak heb je daar koppelingen voor nodig. Um, uh, wij hebben een open platform waarbij je kan koppelen met CRM-systemen, uh, met point-of-sale-systemen, zelfs met ERP-systemen als je het heel erg gek maakt. Um, en ook daarbij kan, kan DataMatch weer een partner zijn, want zij koppelen ook met ons systeem en kunnen dus ook die data weer uh, eruit halen en, en, daar, uh, en die data verder verrijken. Wij werken met alle soorten hardware, uh, beacon hardware. Uh, als het een iBeacon is, dan kunnen we er in principe mee koppelen. Dus wij we, we we, we adviseren wel welke hardware je in sommige gevallen het beste kan gebruiken en we weten er wel veel van af. Maar we maken het niet zelf, want er zijn heel veel aanbieders en heel veel verschillende aanbieders daarvoor. Van waterdichte beacons tot beacons waarmee je transacties kan doen. En er zijn heel veel smaken in. En, en, en dit, is, dit is het meest interessante vind ik zelf, dat we koppelen met bestaande apps. Um, dus je hoeft niet een hele nieuwe app te bouwen om dit te doen. We koppelen met, met, als je al een app hebt, of als er een app is bijvoorbeeld voor een winkelomgeving, dan kan je dat via een, uh, wat heet een SDK, een software development kit. Dat is eigenlijk een stukje code wat je heel simpel kan toevoegen aan een bestaande app, waardoor die ineens, uh, uh, in dit geval in Beacon, enabled wordt. Dus dan kan je in één keer dat helemaal aansturen vanuit ons in, uh, in Beacon platform. En op die manier kan je dus heel snel hiermee aan de slag en heel gemakkelijk eigenlijk pilots mee doen. Interessant is, want niet iedereen heeft natuurlijk een app. Interessant is dat je het ook bij uh, apps van derden kan integreren. Dus het hoeft niet altijd je eigen app te zijn. Op het moment dat jij dus een, uh, een deal hebt met bijvoorbeeld de Winkelstraat die wel een app heeft, of um, uh, wij hebben ook uh, partnerships met bijvoorbeeld een app als Flitsmeister. Uh, die op 3 miljoen telefoons in Nederland staat, waardoor je kan meeliften op het feit dat die app op 3 miljoen telefoons staat. Uiteraard willen zij. Het is voor hun ook een een businessmodel, dus zij willen daar een vergoeding voor, uh, voor krijgen. Maar je hebt dan wel in één keer 3 miljoen telefoons die met, jou, um, uh, die, die met jouw app werken. Nou, bij Flitsmeister is het ook prima, daar kan je ook bijvoorbeeld pushberichten mee sturen en, en dat soort dingen kan je daar uh, mee doen. Het komt vanuit hun app, dus je moet er wel afspraken over maken. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een deal met, uh, met Sanoma uh, voor de nu.nl-app. En die staat op meer dan 80% van de Nederlandse telefoons. Daar kan je geen pushberichten mee sturen. Maar je kan wel analytics op doen en je kan wel uh, daar weer andere dingen mee doen. Dus op die manier kan je een hele grote dekking creëren. Dus dan heb je niet het probleem wat Coca Cola had met MyShopping: van ja, niemand heeft die app, dus ik kan niks meten uh, als, je dat, uh, als je dat via andere apps doet, die wel heel veel bereiken hebben. Het hoeft niet altijd een flitsmeister te zijn. We, we zitten bijvoorbeeld ook in de Bar Planet app. Um, uh, die ook uh, in de uitgangswereld, in de horecawereld heel veel gebruikt wordt. En op die manier uh, kan je daar dus ook uh, mee aanhaken en, uh, en daar dingen mee doen. Dus dat is voor wat, uh, voor wat wij doen. En, en wij, ja, wij zorgen eigenlijk voor, uh, en dat zijn meer de dingen die, we, uh, uh, die, die, er, die je er mee kan doen. We zorgen voor personal loyalty. Dus dat je echt persoonlijk, op persoonlijk niveau, uh, mensen loyalty dingen kan laten doen... Uh, dashboarding, uh, de voorbeelden die ik daarin laat zien, zitten er, zit er gewoon in. Dit is een voorbeeld van het clientelling um, uh, dashboard, waarbij je dus kan zien wie er binnenkomt. Op, op dit moment uh, stond, staat hier alleen wat voor telefoon ze hebben en wanneer ze zijn binnengekomen, maar je kan daar meer data aan koppelen op het moment dat je die data beschikbaar hebt. Bijvoorbeeld uh, hoe vaak zijn ze teruggekomen uh, en zelfs als je weet wat ze hebben gekocht, wat ze de laatste keer hebben gekocht dat ze daar waren. Dus dat zijn, dat zijn allemaal dingen die ons platform biedt en, en die je eigenlijk gewoon out of the box direct kan ge, uh, gaan gebruiken. Um, en, en dan kom ik terug op dit plaatje om het cirkeltje rond te maken en ook letterlijk rond te maken. Uh, uh, wij bieden dus de, de, de tools en de mogelijkheden om die, uh, die cirkel dicht te maken. Om te zorgen dat die koppeling er is tussen online en offline. Zodat je die offline cookie direct kan gebruiken en dat je daar ook... Uh, direct betere conversies mee kan halen en, en hele interessante dingen mee, uh, mee kan doen. En eigenlijk is het een beetje back to the future. Um, dit is de uh, groentezaak van mijn opa en dit is mijn vader die bij, uh, bij hem werkte. Oh, en die, die ventte uh, groente en fruit door de straten van, uh, van Utrecht. Um, mijn opa die had rond de 200, 250 klanten. En die kwamen iedere dag of één keer in de zoveel tijd kwamen ze bij hem terug. En die kenden die allemaal persoonlijk. Hij wist uh, uh, van Truus op de Hoek en hij wist wie je kinderen waren en of iemand zwanger was en hij wist zelfs verjaardagen en op je verjaardag kreeg je, hè, dit is ouderwetse loyalty, kreeg je uh, een paar appels extra mee of als, als een kind jarig was kreeg je, kreeg je wat extra mee en zo gebeurde dat want dat was heel normaal en dat was, een, ja, dat was de manier van zaken doen. Maar Naarmate, want mijn vader is later uh, in de supermarktbusiness gegaan en die heeft supermarkten gehad. En dat schaalde op. En dan ken je je klanten gewoon niet allemaal meer persoonlijk. Dat is niet, want dit model is niet schaalbaar. Je kan al je klanten niet op persoonlijk niveau kennen. Maar door dit soort technologieën kan je wel dat persoonlijke kan je schaalbaar maken. Um, uiteraard, natuurlijk is het niet hetzelfde als dat je iemand herkent uh, uh, van gezicht en zegt: van hé hey, Remco, hoe is het? Maar het, het benadert het wel heel dichtbij. En het maakt mij eigenlijk als klant, als je in mijn hart kijkt, niet zo heel veel uit. Of ze dat nou zien omdat ik mijn telefoon toevallig op zak heb. Uh, of dat ze me echt herkennen als ik maar gewoon goede klantenservice krijg. Uh, dat is voor mij en dat is voor de meeste klanten gewoon het belangrijkste. En daar kan je nog echt het verschil mee maken. En daar kunnen uh, dingen als offline cookies en, en beacons uh, uh, ontzettend uh, mee helpen. En daarmee ook uh, uh, voor betere conversies zorgen in de retail.